Waarom denk je dat je altijd refereert naar vis als iets stinkt? Je loopt ergens, dat stinkt er. Ja, naar vis, hè, omdat vis vuil is. We zijn vanavond te gast in Cultuurcentrum Casino Houthal Helchtre. Er staat een show van Sander de Rijke op het programma, zijn derde show. En dan brengen ze zo'n grote pot op je tafel, zo rak, dan haal je schilder af, komt er zo'n rookpluim uit, roef. Dat er eens een indiaan denkt van, er gebeurt er wat. En dan moet je zo je mossel eruit halen, kom ik hier. En dan is het tof, en mosselke zit, kom ik hier. En achteraf kun je al je schelpjes in elkaar zitten steken en een treintje maken. Het is slechts slechte Lego. Het is het idee van de show dat er niet echt een show is eigenlijk. Dat het allemaal zo wat voortkomt uit heel veel excuses. En ik die een soort van identiteitscrisis heb over wat ik wil zijn als comedian en als mens. En daar gaat het zo wat over, hè, dat ik andere humor wil brengen. En deels is dat ook geslaagd in deze voorstelling. Dat het ook over absoluut niks gaat gewoon. Wat is het nu? Curryworst of frikandel? Laat me uitspreken. Ik weet wat je gaat zeggen. Laat me uitspreken. Kijk, ik ben van Zelzaten, dat is Oost-Vlaanderen aan de kant van Nederland. Daar is het frikandel. Ik ben opgevoed met frikandel. En nu woon ik aan de kant van Aalst en daar is het curryworst. En in Antwerpen is het ook curryworst. En in Limburg is het een lange hamburger. Ja, dat had ik niet bij stil, lag ik niet echt bij stil dat er nog een derde woord was voor een frikandel. Aangezien het op de doos staat, gebruik ik dat woord. Maar ik speel die veten graag uit tussen curryworst en frikandel. En hier in Limburg is het een lange hamburger. Wat een probleem is dat Limburgers voor zichzelf opgezocht hebben. Hè? Want een boulet wordt dan een hamburger. En als ze het dan een hamburger willen, is het een platte hamburger. Wat gewoon niet te verstaan is. Dat je het gewoon jezelf zo moeilijk maakt voor iets heel simpels. Ja, applaudisseer maar voor uw eigen debiele onkunde. Proficiat. Lange hamburger, echt waar. En ver zitten zoeken. Hè. Meer zo droge humor zo. Ik vond dat hij dat op een heel normale wijze kon vertellen en de mensen toch goed kon bezighouden. Is het de eerste keer dat je hem zag? Dat ik hem zie wel, ja. Komt er nog een volgende keer? Ik denk het wel. Ik vond het heel goed. Het was de eerste keer dat ik naar een stand-up comedian ging, maar ik vond het echt heel goed. Hij had direct zo'n spontaan antwoord en alles, dus. Maar dat is ook het schattige aan vrouwen. Ik zeg, vrouwen geloven altijd oprecht dat hun vent slim is en dat alles wat hij doet in het leven, dat hij daar een missie achter zit. En ik ben hier om te zeggen, nee. Ja, er zijn een hele reeks comedians die elk seizoen Casino bezoeken. Maar zeggen, zo hebben we volgende week nog Henk Rijkaard staan. We hebben twee uitverkochte shows van Alex Agnew en Adriaan van den Hoofd komt ook nog langs. PS, vergeet niet af te sluiten met een goede mop, zodat de show eindigt op een grote lach. Het is tenslotte het enige dat de mensen onthouden van een 2 uur lange voorstelling.